vanmiddag de start van de profronde van Nederland 1991. En u kijkt naar Rob Harmeling. Traditioneel openen we met een proloog. Afstand 5,6 kilometer. Een kort, bochtig parcours geschikt voor acrobaten. Rob Harmeling heeft u al uitgebreid eerder op de avond kunnen zien. Hij reed zich op zijn manier in de kijker in de Tour de France. Reed daar overigens een goede tijdrit. Hij werd dan wel laatst in het eindklassement, maar 19e in de afsluitende tijdrit. Vandaag zou hij 10e worden. Deze man eindigde als 88ste, is de zoon van de baas, Jos Ehle junior. En zijn ploeg werd op het laatste moment toegevoegd omdat Carrera ontbrak. Mechelen was ziek, Bontempi had verplichtingen in verband met de WK-ploeg. En dus mocht op het laatste moment Jos Ehle en zijn ploeg toch starten. Ehle zou overigens 88ste worden. Dit is Jacques Durand. En dat is gebeurd op het moment dat een toeschouwer onvoorzichtig overstak. Durand, 24 jaar, uit de ploeg van Laurent Fignon. En hij ligt er echt slecht bij. Het zou later gelukkig meevallen. Hij finishte. En het was jammer voor hem. Vorig jaar was hij nog 10e in de proloog. Nu kreeg hij de tijd van de laatste. Dit is Erwin Nijboer. Vorig jaar brak hij door als professional in de ploeg van Henny Kuiper. Kent dit jaar zeer veel pech. Wil zich manifesteren in de profronde van Nederland. En deed het aardig in de opening. 14e werd hij. Minder goed verging het Laurent Fignon. Als we hier naar kijken, reed een matige tijd. Zou uiteindelijk 28ste worden in het eindklassement. Maar Fignon gaan we vast en zeker nog terugzien in de profronde van Nederland. Want dat is traditiegetrouw een wedstrijd waarin hij zich manifesteert. Vandaag dus nog niet. 28ste op 25 seconden van de winnaar, Laurent Fignon. Veel publiek in de straten van Dordrecht op dat bochtige en gevaarlijke parcours. Het deerde allerminst Frans Maassen, die een uitstekende tijd zou neerzetten. Maassen reed een tijd van 6 minuten en 55 seconden over die afstand van 5,6 kilometer. Fantastische tijd waar iedereen zich op stuk beet. Dat deed zeker ook deze Greg LeMond, die heeft 2 weken wezen vissen in Amerika. Is weer terug, vindt de profronde van Nederland een ideale gelegenheid om zich weer in gang te trekken. Maar dat dat nog moet gebeuren, mogen duidelijk zijn uit de eind. Hij heeft er terug nummer 43 en dat vond hij blijkbaar ook een mooie plaats om te eindigen. Want zo staat hij ook in het algemeen klassement na de proloog, 43ste. En hij had een achterstand van 30 seconden op de winnaar. Maar populair is hij. En het is natuurlijk voor de profronde van Nederland prachtig om de toerwinnaar van het vorig jaar in huis te hebben. Ook deze man is immens populair. Gert-Jan Teunissen, die zo prachtig terugkwam na zijn lange schorsing. Won de ronde van Luxemburg, won de ronde van de Mijnvalleien. Maar had in de Tour toch meer problemen dan hij zelf verwacht had. Werd wel de beste Nederlander op de 13e plaats. Maar toch, diep in zijn hart had hij gehoopt dat er meer in zou zitten. Het mocht voor Gert-Jan Teunissen niet zo zijn. Hij zou in de proloog niet zijn specialiteit tenslotte op de 20e plaats eindigen. Zijn achterstand in het algemeen klassement zou 23 seconden bedragen. John Thalen dan, die op de 4e plaats zou eindigen in deze proloog. Het goed deed, won eerder al een etappe in de ronde van Burgos en is goed in vorm. 6 minuten en 59 seconden. Olaf Ludwig uit de ploeg van Peter Post deed het nog net even iets beter. Zou 3e worden met tijd van 6 minuten en 58 seconden. En nog altijd Frans Maassen op dat moment het snelste. Het zijn tijd van 6 minuten en 55 seconden. Erik Breuking dan testte zich in San Sebastian. De eerste echte wedstrijd voor hem na het échec in de Tour de France. Was toch redelijk optimistisch. Zeg, ik kom nog wat conditietekort. Maar wellicht dat in 2 weken met Stuttgart op het oog de wereldkampioenschappen toch nog snel in orde komt. Erik Breuking was vorig jaar in de proloog. Tweede, die plaats zat er nu niet in. Ook enigszins teleurstellend, toch Thierry Marie, die in de Tour de France gouden dagen beleefde, is nog die immens lange solo van hem en winst ook in de proloog in die Ronde van Frankrijk. En Marie is ook een renner die zich manifesteert in de Ronde van Nederland. Geen podiumplaats voor hem. Erik Breukink zou dat ook niet halen. Dan was het wachten op de winnaar van de profronde van 1990. Jelle Nijdam. Hij mag dus het rugnummer 1 dragen, omdat hij vorig jaar won. Hij won de proloog in Groningen en hoefde daarna de trui niet meer af te staan. Nu wacht er woensdag
in Raalte een lange tijdrit in de profronde. Tijdrit over 43 kilometer, dus het zal nog lastig worden om die trui te verdedigen. Bijvoorbeeld ten opzichte van Thierry Marie. Thierry Marie die op de zesde plaats zou eindigen. Een achterstand van 16 seconden. Maar Jelle Nijdam had de turbo's erop. Frans Maassen tot nu toe nog de snelste tijd. Marie komt dan eerst over de streep. Zal dus zesde worden. De tijd van 7 minuten en 4 seconden. Het publiek had in de gaten dat het met Jelle weer als vanouds ging. Snelle Jelle dendert over het parcours in Dordrecht. En was door niets en niemand af te stoppen. Eindtijd voor Jelle Nijdam. 6 minuten en 48 seconden. En daarmee was hij 7 seconden sneller dan de nummer 2 Frans Maassen. Gemiddelde snelheid voor Nijdam 49 kilometer en 401 meter. Nijdam dus in de oranje trui. Maas op de tweede plaats. Een dubbel succes dus voor de ploeg van Jan Raas. Ludwig derde, Thalen vierde, Breukink vijfde en Marie toch enigszins teleurstellende op een 16e plaats met 16 seconden achterstand. De oranje trui dus voor Jelle Nijdam en morgen de eerste etappe van Nieuwegein naar Haaksbergen over 193 kilometer. En u kunt daar weer beelden van zien bij de collega's van Veronica.